En blijf je het nog lang doen, dit, denk je? Nou, ik hoop het wel. Ik hoop het nog heel lang, ja. Hoeveel had je er? Hou je poedersuiker en pap erbij? Thank you. Ja, in de winter zijn ze niet weg te denken uit de stad, de oliebollen. 2,60 euro. Met een servetje mee? Ja, kom maar, mag ik die? Normaal koop je ze, reken je af en loop je weer weg. Maar wie zijn die mensen achter de kraam nou eigenlijk? Want al die mensen zijn op een bepaalde manier met elkaar verbonden. Dit is Karin Bakker. Goedemorgen, daar zijn we weer. Ze heeft haar oliebollenkraam in de Haarlemmerstraat staan. Samen met haar man, Toon. Dat is nou weer zonde. Wat je nou weer doet, hè? Zonde, zonde. En deze kraam is een van de in totaal 36 oliebollenkramen... verdeeld over de hele stad. Zoals ook deze hier in Nieuw-West. Eentje, twee. Op een gegeven moment moet je het overgeven aan je kinderen. En dan moet je ook niet meer veel te bemoeien. Want dan wordt het een puinhoop. Nou, alsjeblieft, en ik pak er ook één. Die 36 kramen vormen samen één groot netwerk van kraambezetters. En om echt goed inzicht te krijgen in hoe die Amsterdamse oliebollenwereld eruit ziet, spreken we kermiskoning Frans Stuy. We kennen je van de kermis, maar nu staan we hier. Ja, elke kermismens kent oliebollenbakken. En elke oliebollenkraam die door heel Nederland staat, zijn allemaal kermismensen die dat doen. Ik heb mijn ouders en mijn ouders, hun ouders. Het gaat allemaal van generatie op generatie. Ja. Het is ontstaan doordat de kermisexploitanten zomers hun brood verdienen. En dat in de winter, de maanden, zitten ze thuis. Dus dan moeten de spullen opgeknapt worden. Maar ze moeten ook geld verdienen. Dus die jonge lui moeten wel een oliebollenstaanplaats hebben in de winter. Ik heb hier een kaartje. Ja. Als je hem openvouwt, staan alle kramen in de stad erop getekend. Ben je dat nou? Al die kermisfamilies kennen elkaar en dus aan Frans de taak om dat zogenaamde oliebollen-imperium eens uit te tekenen. Dit kan ik nog goed lezen, maar dit wordt een probleem. Ik ken dat nog, weet je, met heel veel... Heb je een bril bij je? Nee. Heb jij een bril, Daan? Ik heb een bril. Oh, dat moet wel naar zon, denk ik. Zo, de stad en de oliebollen. Ja. En dat netwerk begint bij zijn eigen familie, de Stuytjes. Dan moet dit het Remmelsplein zijn, of niet? Dat denk ik wel, ja. En wie hoort er nog meer bij de familie Stuy? Help me nou eens mee. Ik denk hier. Dat is het Leidseplein, deze. Daar staat ook een Stuy. Ik ben klaar. Dan nemen we groen voor de volgende familie. En dat is kermisfamilie 2. Bakker. Ja, die van Karin en haar man Toon. Hier zijn de mini-buckets. Wil jij koffie, Toon? Ja, lekker. Ik heb mijn attractie overgedaan aan mijn jongste zoon. En wat is het voor attractie? Zo'n bank. Wij noemen dat een WIP. Dat is onze best verkochte oliebol. Ga je vertellen wat er dan in zit? Nee, ga niet de geheimen vertellen. Karin heeft een kraam, haar zoons hebben kramen en haar man heeft er ook nog één. En Frans tekent weer door. Vertel. En er staan er maar twee in Oost, dat is, ik zet gewoon Bestie erbij. Dat is Geet en alleen Klaasje Verwijk, die staat in de Bijlmer. Maar er staan er ook alweer drie en die stonden er toen ook niet. Michel de Porter. Familie de Porter staat nu in de winter op het Belgiëplein en in Zuidoost, maar... Zomer staan we op kermis met oliebollen. Wel met oliebollen? Ja, alleen maar oliebollen. Ja, we gaan zo met die foto, want hij moet echt maar weg. Het is van huis uit, van overgrote ouders. En nou doen mijn kinderen dat dus. Mijn zoon, mijn kleindochters. En dat hebben ze dan allemaal van u? Ja, nou ja, van mij. Van mijn zoon. Voor de Porters begon dat allemaal al tientallen jaren terug. Ja, dit zijn echt de foto's van de dam, zeg maar, van vroeger. Dit is de allereerste kraam die de... Oh ja, ze zijn dit is de allereerste kraam. Ja, dit is de allereerste. Dit is de tweede kraam. Ja. En wat denkt u als u naar deze foto's kijkt? Nou, dat is jeugd. Ja, dat is van vroeger. Dat is, ja. Nostalgie. Nostalgie, ja, laten we het zo zeggen. Ja, dank u. En nog een fijne dag verder. Heb je hier nou elke dag weer zin in? Ja, ik vind het zo leuk. Ja, ik vind het echt, dat meen ik echt. Ik vind het echt superleuk om te doen. Daar hebben we zoon Toon.
Hij komt vanaf zijn eigen kraam in de Spaarndammer buurt even checken hoe het bij zijn ouders gaat. Goedemorgen, kind. Ben je al klaar? Bijna. Nou, wij nog niet hoor. Ja, beslag maken deden we altijd met de hand. Oliebollen bakken deden we met de hand. Als dat oud en nieuw voorbij was, dan hadden we zulke armen en zulke handen. Dan kon je de handen volgende dag niet meer bewegen van die knijper. Alsjeblieft. Oh ja, dat is wel anders hè? Ja. Welke is lekkerder, die van jou of die van je ouders? Nou ja, kijk, ik heb het natuurlijk geleerd van mijn ouders, hè. Dus ja, smaken verschillen. Ik denk dat ieder zijn kwaliteit heeft. De crème, als je die meebakt, gaat die een beetje versmelten. En nu blijft het gewoon op dezelfde manier ertussen. Blijft het familierecept? Ja. Dus dat. En hij wil het graag weten, maar dat doen we niet, hè? Nee, dat ga ik hem ook niet vertellen ook. Nee, tuurlijk niet. De suiker apart, die had jij niet, nog niet, hè, denk ik. Nee. Waar de bakkertjes lekker traditioneel blijven, pakken de porters het wat wilder aan. Dit is de trend van nu, de TikTok-trend. Ja, je moet een beetje meegaan met de moderne tijd. Je moet een beetje voor de oude klanten en een beetje voor de nieuwere generatie. Is het ook lekker? Ja. Super. Ik zou een hap nemen in het midden, want dan heb je wel echt de lekkerste smaaksensatie. Ja, ik vind het wel lekker. Ja, is ook wel lekker, hè? Voor als je op visite gaat, een keer wat anders, een gebakje, verjaardag. En heb je ooit nagedacht om iets anders te gaan doen? Nee. Nee, echt nog nooit. Nee. En eet smakelijk. Fijne dag. Ik heb een beetje poedersuiker op. Ja, man, ik weet het. Dat is het erg. Na al die jaren ziet Frans de oliebollenkraam niet snel uit het straatbeeld verdwijnen. Maar toch maakt hij zich enigszins zorgen. Ik heb een klein beetje een soort gevoel. Dat ze toch bezig zijn om bepaalde dingen te gaan, dus viskramen, de rondvaartboten zijn ze ook mee bezig geweest. Maar daarvan zegt de gemeente, oliebollenkramen hoeven straks niet aan de nieuwe Europese wetgeving te voldoen. Dus waar bijvoorbeeld viskramen straks over moeten naar tijdelijke vergunningen voor een x-aantal jaar, blijft het beleid bij dit soort kramen gewoon zoals het is. Ieder seizoen heb je een nieuwe vergunning nodig. Als het 90 jaar totaal in Amsterdam staat, dan kan het er best nog wel 90 jaar bij, toch? Nou, ik verwacht wel dat mijn kind het later ook gewoon gaat doen. Mijn zoon die is nu ook al 9. Die helpt mij 's ochtends gewoon mee voordat we hem naar school brengen. Dan helpt hij mij eventjes mee in de oliebollenkraam, even de lampjes aanzetten en dat soort dingetjes, kleine dingetjes. Alright, later. Ja, nu zit daar nog krentenbollen in. Wat vind je leuker, oliebollen of kermis? Ja, ik denk dat ik de oliebollen leuker vind, maar dat is maar 3 maanden. Ja, dit is voor mij allemaal hetzelfde. Het allermooiste is wel Amsterdam, hè, in de binnenstad. Komt er een prikkertje in? Als iemand nou op 28 december denkt, ik heb nog oliebollen nodig, bakker of kraam? Ja, sorry hoor. Bij de kermis mensen. Toch wel? Ja, natuurlijk.